Dankjewel voor het mooie verhaal. We starten met een opmerking uit de chat die mij ook opviel. Huiselijk geluk. Prachtig. Wat een mooie mindset. En wat een hele andere, nodigt uit tot een andere aanpak en een andere benadering. Dus dat is een opmerking in de chat die ik graag met je deel. Oké, mooi. Nou, je hebt ons verteld over de debatten. En kun je nog even vertellen, waarom was het zo belangrijk? Of waarom dit middel? Hè? Hoe ben je waarom is dit zo'n succesvol middel om met elkaar het gesprek aan te gaan? Ik had altijd een vraag van, hoe komt dat mijn vader van me hield, maar nooit met elkaar kunnen opschieten? Hoe komt dat destijds? Dus en dat was altijd mijn vraag. Al met al, dus ik heb pedagogiek gestudeerd. En eind van het jaar, toen ik afgestudeerd was, had ik geen antwoord gekregen. Waarom? Omdat meer dan 90% of 95% van studenten vrouw is. Dat is op zich geen probleem. En ook geen één vak hadden we over vaderschap. Alleen maar over ouders, maar ook voornamelijk moeders. Mm-hmm. Alle vakken gingen over moeders, moederschap. En dat vind ik wel jammer. Toen dacht ik moest iets hier doen. Dat kan gewoon niet. Dat vaders, natuurlijk, we gaan niet praten over het effect van moeders, dat weten we allemaal. Maar het effect van vaders is ook heel erg belangrijk. En koos je ook voor het debat, hè? Want dat is... Want is het omdat het ook mensen wat vaak in zichzelf gekeerd zijn? Want het debat is, het gaat eigenlijk, wil je het open gesprek stimuleren? Dus is dat ook de reden dat je voor die debatten, voor die vorm koos? Wat ik zag is eigenlijk, dat was toen ik in Utrecht werkte in Kraaieland via GGD. Had ze een project echt specifiek voor vaders. En toen zag ik dat als ik met hun, met de vaders praat, dat ze eigenlijk elkaar uitdagen. En dat, toen dacht ik, nee, dat ze hebben een heel ander aanpak. Dus daar moet, daar. En toen dacht ik aan oefendebatten, debatten, dus vaders om elkaar uit te dagen. En klopt het dan, aan de ene kant, je hebt ons net even wat verteld over de taboe die er leven. Maar volgens mij heb je taboes. En uit mijn eigen ervaring zijn er volgens mij ook ongemakken. Dus daar zit nog wel een verschil tussen. Ja. Dus je hebt volgens mij taboe onderwerpen. Er ligt soms wat gevoelig. Ja. Soms zijn er ook wat ongemakkelijkere situaties die mensen niet zelf zullen aankaarten. Ja. En die misschien in debat sneller aan bod zullen komen. Ervaar jij hetzelfde? Ja, zeker. Zeker, zeker bijvoorbeeld dat een vader tegen zijn kind zegt, ik hou van jou. Dat is een ongemak, dat is geen, op zich geen taboe, maar ongemak bij vaders dat ze later durven te zeggen van, oh, die positieve benadering. Ja. Ik hou zeer veel van mijn kinderen. En dat is denk ik ieder ouder dat doet. Alleen om te tonen, uitspreken is een probleem. Mooi. En ik weet nog dat een vader zei tegen mij, Abdel, ik heb tegen mijn kind gezegd, ik hou van jou. En de volgende dag kwam je terug en zei hij, papa, hou je nog steeds van mij? Ja, oh, dat is wel mooi. Ja. En je hebt ook een succesvolle methode die je hebt ontwikkeld. En vooral ook bij vaders waarvan wordt gezegd dat die wat moeilijk te bereiken zijn. Ja. Wat is volgens jou de belangrijkste reden dat deze vaders vaker wat moeilijk te bereiken zijn voor de instanties of voor andere organisaties? Omdat wij, want dat is heel mooi wat je zei. Maandag was iemand van Ogeo aanwezig, een professional aanwezig bij een debat van ons in Zuidoost, in Amsterdam. En toen zei ze, Abdel, is dat bewuste keuze wat jullie doen? Ik voel me daar op mijn gemak. Ik voel me daar niet als professional, maar als ouder. Ik ging echt over mijn kinderen praten. En dat is wat wij eigenlijk doen. Dat er laagdrempelig is. Dat vaders daar komen om te zeggen van, oh, ik wil mijn eitje kwijt. En ik heb vertrouwen in jullie. En in plaats van dat ik bijvoorbeeld zeg, oh, die vrouw die slaat zijn kind. Ik ga gewoon melden. En natuurlijk, dat is niet natuurlijk een beetje gechargeerd. Dat krijgen we niet van, oh, ik sla mijn kind. Maar het was verschrikken dat iemand ook zei van, ja, ik geef mijn kind een tikje. Maar nu begrijp ik dat het niet goed is. Dat het pedagogisch verantwoord is. Dat ik anders moet doen. Hm. Ja. En als wij zijn ook allebei onderdeel van die migrantengemeenschap. Ja. En dus ik kan me ook voorstellen dat als wij... ons wat sneller onze plek weten te vinden. Maar als ik Hans had geheten en misschien geen migratieachtergrond had gehad en ik was beleidsmedewerker geweest en ik wilde ook die vaders wat makkelijker bereiken, zou jij dan een andere aanpak adviseren? Hoe zou ik daarmee omgaan? Is dat moeilijker of hoeft dat geen rol te spelen? Ja, kijk, het is natuurlijk wel, wat ik belangrijk vind, wat gevoelig is in deze oefendebatten, is, daarom hebben we ook verschillende debatleiders, van verschillende afkomsten. De codes, soms mis je die codes. Ja. Bijvoorbeeld als een moeder zegt, ik knijp mijn dochter, dat heeft heel veel betekenis.
Je moet dieper en dieper en dieper graven wat dat betekent. En ik zeg niet dat het goed is, maar wat dat betekent. En bij tsunamis bijvoorbeeld hebben ook andere dingen waar ik echt niet weet. Dus als ik die codes, als ik die antennes niet heb voor bepaalde dingen, dan begrijp ik ook nooit. En dan ga ik alleen maar denken van, oh, dus je wil niet integreren of je wil niet een goede opvoeder zijn. Terwijl, ik zeg niet dat dit onmogelijk is, zeker is het wel mogelijk. Je kan natuurlijk als je weet, als je nieuwsgierig kijkt, nieuwsgierigheid is belangrijk. Hoe doe je dat? Hoe ben je opgevoed als vader? Wat betekent opvoeden volgens in jouw cultuur? Dat is eigenlijk de eerste vraag wat ik stel. Wat betekent vaderschap? Wat betekent een kind voor jou? Dat zijn belangrijke vragen waar ik eigenlijk kan nadenken van, oh, bij hun is het zo. En ik schrik er ook niks van, want we weten dat er natuurlijk allemaal verschillende culturen, verschillende dingen zijn in de wereld. Dus hoor ik jou pleiten voor maatwerk en een nieuwsgierige blik, een ogenblik? Zeker, maatwerk is heel erg belangrijk, maar ook nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk. Ook het gevoel wat ik ook zei, alleen maar dat sommige professionals die training hebben gevolgd, die zeggen van alleen maar dat intentie, dus de focus op die intentie van ouders, van je bent of ik begrijp dat jij iets wil bereiken, alleen dat is, kunnen we over praten, dat al heel veel deuren open doet. Ja. En nog een praktische vraag. Worden deze debatten ook in de eigen taal georganiseerd of worden die in het Nederlands gevoerd? Hoe moet ik dat voor me zien? Dat is een heel goede vraag. Kijk, taal is voor ons een middel en geen doel op zich. Terwijl we wel heel belangrijk vinden dat migranten wel de taal leren. Dus dat doen we ook. We adviseren. Wij hebben presentatie in het Nederlands. Dat blijft ook in het Nederlands. Alle spullen zijn in het Nederlands. Maar de voertaal mogen de deelnemers zelf kiezen. Als zij zegt van ik voel me prettig om in eigen taal, want ik kan niet volgen, doen we wel in eigen taal. Maar als ze zeggen van we willen in Nederlands, dan doen we graag zelfs in het Nederlands. Ja. Ik heb nog een aantal vragen, maar ik heb nog ruimte voor één vraag. Okay. Dus snel even te kijken. Uiteraard ook op de website van Trias Pedagogica heel veel informatie over de aanpak van de opvoeddebatten en ook hoe ze met jullie in contact komen. Zijn er ook religieuze organisaties betrokken? Dus ik kan me voorstellen dat het af en toe een lading met zich meebrengt, maar speelt dat een rol of niet? Eerlijk gezegd, wij werken heel veel, echt heel veel. Ik verbaas me dat heel veel kerken en moskeeën echt betrokken en die echt dat thema vaderschap echt op agenda willen zetten. Dus ik verbaas me dat er zoveel aanhang is bij moskeeën. Dat ze echt open hun ook een hoop open deur laten. En zonder dat ze echt bemoeien met de inhoud. Dat vind ik zo mooi. Zonder dat ze bemoeien van nee, ik wil ook vanuit religie absoluut niet. Het is een ondersteunende rol. Ze ondersteunen de rol. Ze halen vaders voor je en zeggen van hier zijn de vaders. En heel veel succes mee. Ja. En toch mijn allerlaatste vraag. Want ik had er nog mijn allerlaatste vraag is. Hoe worden jullie gefinancierd? Is eigenlijk een vraag één. Hoe zorg je ervoor dat Trias Pedagogica het werk kan blijven doen wat je doet? Ja. En stel dat er gemeentes of andere organisaties met jullie in contact zouden willen komen. Hoe ziet dat proces eruit? Ja, wat wij bijvoorbeeld, wij krijgen al geld van de gemeentes. En ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil 30 groepen, dat je 30 groepen draait van 7 keer. Ik wil over huiselijk geluk, ik wil over seksualiteit, ik wil over oprechte pad. En dan gaan we aan de slag. Ze zeggen wel, daar is het probleem, in die wijk is het probleem. En daar wil ik dat jullie dat gaan doen. We zijn echt heel erg maatschappelijk betrokken. En we geven ook alles wat, zeg maar, als we denken van, oh, er is een groep die geen gemeente wil niet betalen, maar het is wel een groep die echt wil, dan gaan we ook vanuit onszelf ook de dingen geven. Dus ook heel veel maatwerk vanuit de behoefte van de opdrachtgever kunnen jullie een traject aanbieden. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het mooie verhaal, Abdullah. Ik hoop dat het goede werk wat jullie doen nog gaat bijdragen aan heel veel huiselijk geluk in de komende jaren. Dankjewel. Ik wil je bedanken voor je bijdrage.